And just like that, spoken and it shall be shown, the Navy variant of the NH-90. Well, dat is toch wel een staaltje van de coördinatie, zou ik zeggen. Nu wordt er ook wel een klein beetje geluk en gebruik, of toeval en gebruik. Maar we hebben net de voorstelling gehad van de NH-snede. De primaire opdracht van onze helikopters hier van het 4e Smaldeel, nog altijd gestationeerd ter kokzijde, is natuurlijk search and rescue, opsporing en redding. Op het eerste vlak is dat eigenlijk opsporing en redding voor bij vliegtuigongevallen, gelukkig, maar dat gebeurt niet zo heel vaak of zelfs heel zelden. Vandaar dat deze toestellen natuurlijk meer ingezet worden voor search and rescue van drenkelingen, vermisten of gewonden. Meestal boven zee natuurlijk. Aangezien we kort bij de zee zijn gestationeerd. Daarnaast kan dit toestel natuurlijk ook ingezet worden voor orgaantransport, hulp aan de natie bij rampen, en denk maar aan de overstromingen vorig jaar in de Walen. Inschepen bij de marine voor marinetaken. Dat is een van de toekomstige opdrachten. Ze zijn daar volop mee bezig aan het oefenen. En dus dat dit toestel inderdaad gaat landen op een van onze fregatten en gaat ingezet worden voor antipiraterij en voor duikbootbestrijding. Dus de opdracht van het 4e Smaldeel wordt bij deze dus uitgebreid door middel bij op dankzij het gebruik nemen van deze NH-90 helikopter. We hebben geen vaste demo-crew, dus vandaar dat we uiteindelijk geen echte volledige demo mogen geven voor het publiek met deze helikopter. Vandaar dat ze enkele doofluchten kunnen maken en dan een demo kunnen geven van een search and rescue. Vandaar dat ze nu een van de bemanningsleden naar beneden laten en die gaan dus een gesimuleerde redding uitvoeren. Een standaard bemanning voor dergelijke opdracht is 5 personen, de 2 piloten, de cabineoperator, een duiker en een medic, dus een verpleger. En vandaag zijn dat de boogcommandant Jarno Blanke. Hij wordt bijgestaan door de co-piloot Julien Jimmy de Soigny. De cabin operator is Mark Vieren. En daar staat hier wel bijgeschreven, Mark Vieren is 26 jaar in het 4e Smaldeel en is aan zijn laatste weken bezig bij Defensie. De duiker, dat is waarschijnlijk de persoon die ze hebben afgezet, is Kurt de Boek. En de medic is Jacques Delchef. Thank you.
super cool display of a simulated search and rescue mission performed by the enormous NH-90 frigate helicopter, legendary 40 Squadron based at Coxside. Now, these famous crews are on standby 24/7 to provide assistance with both over land and sea, saving countless lives throughout their illustrious history. And they serve on board Belgian and Dutch frigates during international missions. Their home base is in Kokshede at 40 Squadron. Piloting this aircraft is Commandant Yano, with over 2,600 flight hours in this aircraft. Search and rescue, dat wil zeggen dat eigenlijk 24 uur, 24, 7 dagen of 7, 365 per jaar altijd het toestel klaar staat om op te stijgen binnen de kortste tijd. En dat ligt momenteel rond de 10 minuten om een dergelijke helikopter te laten opstijgen vanuit Coxside. Dus indien er een noodoproep binnenkomt, 10 minuten later is de helikopter vertrokken. Dan krijgt hij zijn richtlijnen indien ze weten waar ze naartoe moeten. En bijvoorbeeld als er een noodoproep is van een schip, dan weten ze de positie van het schip en dan kan dat doorgegeven aan de helikopter en kunnen ze daar naartoe vliegen. Is er natuurlijk een opsporing van een drenkeling of iemand in nood waarvan men geen positie kent, wel de ongeveer positie, want dan beginnen ze eigenlijk de mensen te zoeken. Vandaar, heel belangrijk, ze hebben hier natuurlijk een beetje rookpot gebruikt om hun positie kenbaar te maken. Dus maar moest je gaan zeilen of weet ik wat op de Noordzee, moet misschien geen rookpot meenemen, maar neemt toch altijd middelen mee waarmee u zich kenbaar kan maken. Zelfs een spiegeltje kan wonderen verrichten. Een klein beetje zonlicht en een spiegeltje dat u laat reflecteren, dat geeft dus reflecties en dat kan zeer snel opgemerkt worden door de bemanning van deze NH-90. Now, it looks pretty fun, you know, on a day where there's blue skies and he's just doing it for the show. But in a real-life scenario, it would probably be over the ocean, saving a life. There would be an injury. You know, there might be some adverse conditions. So it wouldn't exactly be as ideal and fun as it is today. But it still looks pretty cool, and I still want to be that guy hanging from the helicopter. Am I right? Okay, well now they're just showing off by going backwards on the ground like that, right? Yeah. Back was flying without a rear view mirror. Hopefully there's nobody behind you, right? Okay, we hebben nu uiteindelijk gelukkig twee versies kop aan elkaar gezien.
En misschien nog zeggen dat er ook visueel wel een verschil is. Dat is niet de schildering natuurlijk, maar dat is de keuze van de landmachten. Van de verschillende lucht- of landmachten natuurlijk. Maar het verschil tussen TTH en de NFA. NFA, je kan het duidelijk zien, onder de buik van het vliegtuig zit een grote radardome. Dus die radar die gebruikt wordt voor de opsporing van schepen. En dat zoals gezegd laken misschien ook van de duikboten enzovoort. En natuurlijk in het eerste geval ook voor treinklingen. Want ik ken het systeem natuurlijk niet helemaal. Er zit onder andere infrarood in en wat warmtezoekers enzovoort. Dus je ziet wel degelijk, ja, die zal het niet duidelijk zien. Inderdaad, u kan wuiven, gebruik misschien maar petjes en programmaboekjes, want die bemanning ziet u heel duidelijk. U ziet wel, ze wuiven zelf terug. Want onze NH90 komt niet landen hier in Sonicol die keer terug. Het zij naar Kleine Brogel, het zij dat er misschien rechtstreeks nu naar de show onmiddellijk terugkeert naar Kokzijde. Look at how much fun they're having. And call me crazy, but I prefer helicopters over jets. Helicopter girl. 100% all the way. And I do prefer the Navy, sorry, the Army variant, just because I'm in the Army, so there's that connection, you know? I think it looks scarier. That's why you jump out of airplanes? Before? Don't judge me, Chris, don't judge me. Ik ga het niet doen.